Turken die in Duitsland wonen of daarnaartoe reizen moeten op hun hoede zijn voor xenofobe en racistische incidenten. Met die waarschuwing komt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turken komen hiermee na een Duits reisadvies, enkele dagen geleden, waarin wetreizigers naar Turkije werden gewezen op willekeurige arrestaties in dat land. Dat was tegen het CLB van Ankara. Turkije is verder zeer geïrriteerd over uitlatingen van bondskanselier Merkel en haar sociaal-democratische tegenstrever in de verkiezingscampagne Martin Schaals. Die allebei zeggen binnenkort een eind te willen maken aan de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de Europese Unie. Branden volgens Turkije klinkt er in de aanloop naar de Duitse verkiezingen van 24 september steeds meer extreemrechtse en zelfs racistische retoriek. De kandidaten zouden op anti-Turkse leest geschoeide campagnes voeren gericht op het voorkomen van het Turkse EU-lidmaatschap. Ook wordt gewezen op branden met onbekende oorzaak in Duitse wijken waar vele migranten wonen en de slechte behandeling van Turken op Duitse vliegvelden. De spanningen tussen beide landen lopen steeds verder op. Turkije neemt het Duitsland kwalijk dat het politiek asiel biedt aan een aantal Turkse officieren die na de mislukte koepoging van vorige zomer de wijk namen naar Duitsland. In Turkije zijn na de koepoging ruim 50.000 mensen vastgezet. Zo'n 150.000 mensen zijn op non-actief gesteld onder wie oppositieleiders en journalisten.